Er is op Schiphol Noord het busstation gerealiseerd. Er waren diverse haltes verspreid over Schiphol Noord aanwezig. Deze zijn nu allemaal gebundeld op één overstapstation. Mensen kunnen overstappen naar Haarlem, Amsterdam, Schiphol Centrum of Bad Hoeverdorp. Deze overkapping komt uit Londen. Het was toen echt een vliegtuighangar op het vliegveld van Londen. Rond 1940 is die naar Rotterdam verhuisd. Rotterdam Airport heeft hem overgenomen. Het oude staal was na de tijd verroest. Oud is weer helemaal nieuw gemaakt. Qua duurzaamheid heeft deze locatie twee aspecten. De overkapping is van oud staal gemaakt, het is hergebruik. Verder is het dak volgezet met zonnepanelen, dus de hele locatie is zelfvoorzienend. Maar we hebben ook echt iets heel speciaals aangebracht op het station en dat is dat het dak aangeschenen wordt door kleurenverlichting. Verschillende programma's kunnen geladen worden in het systeem, waardoor we alle soorten combinaties kunnen maken. Bijvoorbeeld op Koningsdag wordt het dak geheel oranje. Laten we hem wisselen met de Nederlandse vlag in verschillende patronen. Op Moederdag kunnen we hem rood en roze in verschillende patronen laten overvloeien. Dit busstation is dus niet alleen functioneel, maar is echt een eyecatcher geworden voor de regio Schiphol Noord.